Ja, ik ben die rare guy die praat tegen zijn plantjes. Ik weet niet, ik denk gewoon dat het helpt als ik ze laat weten dat ik trots op ze ben. Dat ze dan sneller groeien ofzo. En ik denk dat het werkt, want ze zijn al best wel gegroeid volgens mij. Vooral die ene daar in de hoek, die komt al helemaal boven dat hek uit. Dat was nog niet. En oh ja, ik realiseer me net dat het vlag geregend heeft, dus dat het helemaal geen zin heeft dat ik snel water ga doen. En... Houston, we hebben een probleem. Ja, we hebben een probleem, hè. We hebben een paar dagen geleden deze tering grote zak met brokjes gehaald. Maar dan lusten ze niet. Echt serieus, waarom lusten jullie dit niet? Er stond bij dat dit de beste... Ja, sorry. Er stond bij dat dit de beste koop was. Dus wij dachten, nou nee, we meen de maxbrok hebben bij Wiskas volgens mij. Maar deze was de beste keuze. De beste koop. Iets in ieder geval. Ze lust het niet. Boris niet, Annie niet. Allebei niet. Ja. Nou loop je dan zo lekker te snuffelen, maar je eet het niet hoor, je eet het echt niet. Nee, ik kan het wel in doen. Ja. Doe je nou enthousiast, dan gaan we het laten zien dat je niet lust. Kom maar. Gaan we het ook laten zien dat je niet lust. Kom maar. We hebben namelijk deze hele bak vol nog. Het staat er al een paar dagen en hij eet het gewoon niet op. Je zou denken, goh, weet je, op een gegeven moment krijgt hij hem honger en dan gaan ze het wel eten. Mm-mm. Niet deze eigenwijze drol. Ah, nee, trouwens ook niet. Dat is allebei zo eigenwijs. Waar zouden ze dat nou toch van hebben? Kom eens. Ga je nou via de tafel te aanrecht op? Kom maar. Je kunt toch zo aan de los springen? Ja, goed zo. Kijk eens. Lekker. Serieus. Ga je nou wel eten? Wat is dit? Ja, ik snap het ook niet. Loop ik net te vertellen dat hij ze niet lust. Gaat hij ze lopen vereten? Dat is ook lekker. Is toch wel lekker? Goed zo. Nou, beter dit dan dat hij zichzelf uithongert. Toch een beetje honger gekregen. Nou, ik weet niet wat ik zie. Ik ga gelijk maar eens even kijken of Annie inmiddels ook al rust. Dat zou natuurlijk wel heel fijn zijn. Oh ja, ik ben me er trouwens zeer bewust van dat dit er samen niet uitziet. Oh, is het toch wel leuk. Misschien is het toch wel leuk. In ieder geval, ik heb een pet op. Annie moet nog even wachten met voer krijgen. Omdat mijn haar er zo uitziet. Oh, het is trouwens al wel iets platter geworden door de pet. Het was echt één grote omloftebende. En ik had niet zoveel zin om het te doen. Dus een pet het is. Nou, gaan we eens kijken wat Annie ervan heeft. Die komt er niet eens van. Nou, nee, die denkt bekijk het. Ja, jij vindt het ook niet zo lekker. Hè? Wel weg. Oh, ga je nou weer verder eten? Wat moet je daar nou mee, jongens? Je kunt die zak ook weer terugbrengen, volgens mij. En we hebben gelijk zo'n enorme zak meegenomen. Ook super handig als je nieuw voer probeert. Ja, ik weet het wel, ik weet het wel. Het is niet lekker, hè? Nee, het is niet lekker. Ja, ik heb echt niks anders. Nee, dit is het. Deze heb ik mee moeten doen. Zo fanatiek mee. Het is gewoon dom. Het slaat nergens op. Maar die app houdt dus je highscore weer bij. En al mijn vorige highscores staan er dus ook nog in. Kijk, dit is wat je moet weten over mij. Ik ben daar dus echt bloedfanatiek mee. Maar echt,
echt heel fanatiek. Ik kan dat gewoon echt niet loslaten. Ik zal hoe dan ook die highscore verbeteren. Echt, ik speel een nummer echt 1000 keer opnieuw. Als ik mezelf maar verbeter. Het probleem met dit nummer is dat het nogal sloom is. Je hebt het gehoord. Daar heb ik dan weer niet het geduld voor, echt. Ik raffel dat dan af, maar afraffelen. Ja, ik ga er een beetje te snel doorheen. Dit probleem had ik al toen ik op Bugel zat. Als het nummer met sloom ging, dat ging ik sneller spelen. Het heeft geen zin, want je speelt nu met muziek mee, dus het gaat echt niet sneller dan hoor. Maar ja, je kunt het altijd proberen toch? Tenminste, dat is wat ik dan blijkbaar denk of zo. Echt, ik hoor mijn muziekdocent dat nu nog zeggen. Langzamer, Wouter, blijf in de maat. Maar kom op, dit was ook wel echt een heel slom nummer. Maar blijkbaar had de vorige Wouter, die dit allemaal heel goed oefende en zo, daar wel geduld voor. Want die heeft echt een tering hoge scoren. Weer niet gelukt. Ik heb gewoon zeer handen van het spelen, joh. Jezus. Ik heb in minder dan één dag deze hele zak pepernoten bijna opgegeten. Zou me moeten schamen. Iemand die in ieder geval niet blij is met deze decembermaanden. Het is nog helemaal geen december trouwens. Oh mijn god, dat wordt nog wat. In ieder geval iemand die niet blij is met de aankomende decembermaanden. Is mijn vetpercentage. Die schiet namelijk door het plafond. Ik ben er zelf ook niet zo blij mee, moet ik zeggen. Maar het is wel echt heel lekker. Ik weet niet wat ze hierin doen. Maar als ik hier één hapje van heb genomen. Of mijn hapje. Eén hand, laten we eerlijk zijn. Eén hand van heb genomen. Prop het allemaal gelijk zo in één keer in mijn bek. Zoals dit vol. Dan blijf ik gewoon door eten. Ik hoop dat dat een verstaan was. Er zit vast iets verslavends in. En ik denk dat Anne mij daar meer over kan vertellen. Als ze kijkt. Anne is iemand die ik ken. Heb ik al eerder over verteld. Zij studeert voedingskunde. Zo heet dat volgens mij. Vertelde zich laatst ook al een verhaal. Dat als je veel ongezonde dingen eet. Dat je dat dan ook blijft doen, omdat, ja, ik had een hele theorie over. Die theorie bleek niet helemaal te kloppen. Wel een beetje, dus ik neem dat als winst. Ik kreeg namelijk een voice memo van Anne en die bevestigde meer of min mijn verhaal. Ik heb daar trouwens nog helemaal niet op geantwoord. Schandalig. Ik ga zo aan de kant boven, ze moet even mijn telefoon pakken. Maar waar is die? Waar is mijn telefoon? Nee, hier ook niet. Hey Anna, je zult het inmiddels wel doorhebben. Ik ben niet zo goed in appen, maar ik kom nog even terug op je. Deze plant zit in de weg. Ja, beter. Vandaag heb ik voor jullie een good old shoplog. Kijk, ik heb ook een spijkerbroek die ik mee heb genomen, terwijl ik niet zo goed wist wat ik ervan vond. Maar ik ben er nou denk ik wel blij mee. Kijk, deze sokken één keer. Dat is toch echt geniaal. Kom op. Je kunt mij niet zeggen dat je deze sok niet briljant vindt. Ik heb net een video opgenomen voor mijn ledenkanaal. Was leuk. Ik vind het leuk om te filmen voor mijn ledenkanaal. Oh, hij snapt het niet, trouwens. Dat is niet nodig. Ik heb het gevoel dat het allemaal ietsjes relaxter is. En ik meer mezelf kan zijn. Niet dat ik hier niet mezelf ben of zo. Maar ja. Je bent hier toch een soort van opgepimpte versie van jezelf. Het moet natuurlijk wel boeiend blijven en leuk en interessant om naar te kijken. En mijn leden die betalen voor mij. Voor mij. Ja, ik weet het niet. Ik heb toch het gevoel dat ik daar meer geaccepteerd word voor de saaie... Oh, fuck. Voor de saaie persoon die ik eigenlijk ben. Dus dan hoef ik minder mijn best te doen of zo. Wauw, ik ben wel echt mijn ledenkanaal aan het promoten hier, hè. Never mind ook. Ja. Route naar Nijverdal wordt gestart. Ik
gaat Daphne ophalen van het station Nijverdal. Die heeft namelijk echt enorme migraine. Dus super vervelend. Ja, ik weet niet wat ik verder over moet zeggen. Wat ik wel zal zeggen is dat ik goed bezig ben met mijn water. Dat is ook namelijk het enige wat ik vandaag gezond doe. Ik heb me alleen maar helemaal doodlopen vreten in pepernoten. Het loopt echt uit de hand. Maar ja, er is ook helemaal niks in huis. Brood is op. Ik snap niet helemaal hoe het brood op is. Ik dacht dat het nog heel veel was, maar dat is er niet. En ik was dus op het punt om dat te gaan halen. En toen sms de tafel of ik wilde ophalen. Wat ik natuurlijk doe. Ik snap eigenlijk niet helemaal waarom ze eigenlijk in Nijverdal uitstapt. Waarom dan niet gewoon vanaf Raalte waar ze werkt. Misschien zitten ze op de computer of zo. I don't know. Het is echt een wonder dat ik zelf nog geen hoofdpijn heb met al die suiker wat ik in heb genomen, joh. Het is echt niet goed, hoor. En uiteraard legt de weg er weer overal uit. Wat zomer. Waar moet ik nou langs dan? Even kijken, dan zijn ze aan de kant van het dorp. Daar ben ik nou volgens mij, maar ik zie Daphne nog niet. Is dat Daphne? Ja, volgens mij is dat Daphne. Toch? Reageert niet. Misschien is het wel heel slecht. Even kijken of het Daphne is. Ja, dat is Daphne dan. Hey! Hey! Kom maar, ik had toch getuurd, Martin? Stap gauw in. Weet je wat ik van mezelf niet begrijp? Ik vind het brood van de bakker echt veel lekkerder. En toch ga ik altijd naar de supermarkt voor brood. Ik heb echt een soort trauma opgelopen van die winkel. Ik denk dat het gemakzucht is. Ja, dat moet wel. De bakker is net ietsjes verder lopen en de supermarkt voelt gewoon makkelijk of zo. Normaal gesproken is het trouwens helemaal makkelijk. Dan bestellen we gewoon ons brood mee met picknick. Alleen dat was deze week niet genoeg. Het is trouwens al een wonder op zich dat ik naar de supermarkt ga brood halen. Normaal gesproken leef ik gewoon de hele dag op meuk. Een beetje zoals wat ik nu ook heb gedaan met die pepernoten, maar dan de hele dag. Weet je, dan vergeet ik een beetje fruit als dat nog in huis is. Loontjes als we dat hebben, koekjes, pepernoten. En dan zie ik ook de dag doorkomt. Maar het is gewoon niet goed voor me. Het is gewoon echt niet goed voor me. Ik moet daar echt verandering in brengen. Nou doe ik trouwens net alsof het heel vaak voorkomt. Dat zou ook weer niet, maar het gebeurt wel eens. En het kan gewoon echt niet dat ik gewoon tot en met 5 december en misschien zelfs daarna nog wel vol blijf staan met die pepernoten. Kan gewoon echt niet. Dus, brood. Oké, ik zweer dat ik hier echt niks kan gaan doen. Maar Daphne vroeg of ik pepernoten wilde meenemen. Oh. Dus jij hebt schoolfoto's? Ja, die zijn niet voor mij, denk ik. Niet? Oh. Er staat een andere naam op. Zit het niet helemaal op de raam, hè? Staat wel ons adres op. Krijg je het normaal ook per post? Nee, hij gaat gewoon op school. Ja, tegenwoordig gaat het wel op post. Maar welk fotograafbedrijf dan? Ik ga erin kijken, hoor. Nee. Natuurlijk wel, dus. Straks sta jij erop. Dat is niet van mij, hoor. Dat weet je niet. Ja, we gaan kijken welke foto erin zit. Nee, ik denk dat jij erop staat. Nee, ik niet. Ik heb de pasfoto overigens nog niet gehad. Nou? Nee, hè? Oh nee, jij bent het niet. Het zijn twee kinderen. Open. Nou heb je dus iemands post opengemaakt. Ja, maar wat wil je dan mee doen? Ga je die naam opzoeken? Ja, en dan? Dat is niet doen. Als jij de naam hebt, dan weet je dat rest toch nog niet. Ik heb het gezien wie je erop staat. Nou kan ik ze zoeken op straat. Ja, dan kunnen we gewoon foto's opzoeken op Facebook. Het zijn twee kinderen, ik denk niet dat je Facebook hebben. Oh, nee? Kijk, nou wil je ze wel zien, hè? Toch een beetje nieuwsgierig, hè? Ik dacht dat dat Daphne schoolfoto's zouden zijn. Helaas. Ik ga kijken of ik ergens een accu kan vinden van mijn camera. Dat ding is namelijk echt constant leeg. En sowieso dat als ik dit jaar vlogmas ga doen, ik daar helemaal gek van word. Dan moet verdomme eigenlijk echt stoppen.